Er is grote behoefte aan duidelijkheid in de samenleving hoe we verder moeten leven met de coronapandemie. Maar vanuit het kabinet wordt het niet echt concreet. Hoe dan precies? En komt er wel of geen tweede golf dit najaar? Naast mij staat de bekende viroloog Ab Osterhaus. Ab, goedemiddag. Ik noem je altijd Ab. Dan weten mensen dat ik wel respect voor jou heb, maar ik je gewoon Ab noem. Dinsdag werd het een en ander aangekondigd waarvan de belangrijkste maatregel zat er meer in de advisering bijvoorbeeld. Maximaal 6 mensen thuis ontvangen. Hoe heb jij naar die persco gekeken? Nou, ik denk dat wat duidelijk werd, is dat men zich inderdaad grote zorgen maakt. Ik denk dat het allerbelangrijkste is. En wat gezegd werd, als jullie nu niet doen wat er moet gebeuren, en er werden een paar maatregelen genoemd, dan gaan we echt over tot andere maatregelen om te voorkomen dat we straks echt een lockdown krijgen. Dus ik denk, dat is een politieke beslissing. Ja, nog één keer een schot voor de boeg en dan komen we met andere maatregelen. En dan ook handhaving, et cetera. Ja, dus zo heb jij het een beetje geïnterpreteerd, dat het waarschuwing op waarschuwing is. Want in de achtergrond, de hoeveelheid IC-opnames zijn nog steeds niet heel erg dramatisch. Ja, maar daar moet je heel erg voorzichtig mee zijn. Kijk, er is natuurlijk een beetje een houding ontstaan nadat we de zaak redelijk goed onder controle gebracht hadden. In juni zaten we op een soort dieptepunt wat het virus betreft. En toen werd er gezegd, we gaan versoepelen, er kunnen weer allerlei dingen. En zo geleidelijk aan is het weer toegenomen. En men begon zich een beetje de maatregelen aan de laars te lappen. En als je dat gaat doen, dan zie je het weer omhoog gaan. En het probleem daarbij is, het waren met name jonge mensen waar het om ging. En we weten dat die jonge mensen over het algemeen niet in het ziekenhuis komen, niet op de intensive care komen. Maar die jonge mensen zijn wel degene die het virus weer in de bevolking verspreiden. En van daaruit gaat het naar de kwetsbare mensen, met name de oudere mensen, die uiteindelijk, en daar zit dus een aantal weken tussen, dus uiteindelijk wel in het ziekenhuis en op de intensive care terechtkomen. Ja, want zojuist verscheen ook het nieuws dat kinderen met milde symptomen heel veel virusdeeltjes hebben. Is dat ook weer aanleiding om dan weer zo'n hele scholendiscussie te beginnen? Dat wisten we al heel lang. Ja. De vraag was eigenlijk van hoeveel verspreiden ze het? We wisten dat die kinderen in de keel eigenlijk net zo... Dus ze hebben een scheiding gemaakt tussen kinderen die jonger zijn dan 10 jaar en ouder dan 10 jaar. En hele jonge kinderen hebben wel veel virus in de keel. Maar het lijkt erop, uit verschillende onderzoeken blijkt dat die het echt niet echt op grote schaal verspreiden. Anders is dat met kinderen van 10 tot 18 jaar. Ja. Men heeft een heel groot onderzoek gedaan in Korea enige tijd geleden. En daar komt heel duidelijk uit dat die jonge kinderen, zeg maar, in hun teens en ook als je dan verder gaat naar mensen van 20 jaar, dat die heel veel virus in de keel hebben en het ook verspreiden. Jonge kinderen tussen 10 en 18 in de huiselijke omstandigheden verspreiden het virus net zo makkelijk, net zoveel als volwassenen. Ja, dus er wordt dus eigenlijk wat dat betreft, als het er is, wordt het gewoon verspreid, punt, in de huidige situatie. Ja, en dat hangt er vanaf. Je kunt natuurlijk maatregelen nemen om te voorkomen dat die kinderen het ook gaan verspreiden. Dat is de hele discussie. Ja, ik werk zelf in Duitsland. Daar zien we dus dat in klassen dat men er zelfs tijdens de lessen in Niedersachsen bijvoorbeeld, tijdens de lessen, dat men kinderen ook de mondmaskers nog op laat houden. En dat is natuurlijk een hele discussie. In andere landen gebeurt dat weer niet in Duitsland. Ja. En of deelstaten moet ik zeggen. Deelstaten. Ja. Maar ik denk als je het zo over het geheel bekijkt, is het zo dat die kinderen dus wel degelijk een belangrijke rol spelen. En nu zie je dus ook dat alleen maatregelen richting ventilatie met name. Heel veel luchtcirculatie om te zorgen dat die lucht het gebouw of het klasgebouw uitgaat. Om te voorkomen dat het inderdaad van kind naar kind en eventueel naar de docenten wordt overgegeven. Ja, dat Doekele Terpstra is nu zeg maar een soort van ventilatiepaus. Alleen dan zeggen sommige mensen, dat zijn we weer veel te laat mee begonnen. Want die scholen die gaan nu alweer open, regio Noord, regio Zuid. Het is laat, maar het is nooit te laat natuurlijk. Nee. Als we nu nog... Kijk, we weten dat er heel veel apparaten zijn, ventilatieapparaten, die je zo kunt instellen dat je de lucht van buiten naar binnen haalt en de lucht die binnen is, dat je die naar buiten blaast. Als je dat consequent doet, dan hopen zich die aerosolen niet op. En er is natuurlijk een hele discussie geweest over zijn aerosolen nou wel of niet belangrijk en hoe groot zijn die druppeltjes. Dat is niet zo belangrijk. Als we kijken en we zien in allerlei landen nu gebeuren dat inderdaad dat er in die bedompte ruimtes dat er wel degelijk virus zich verspreidt. Dan de hele discussie over mondkapjes daar natuurlijk weer bij. Ja. Ja, en dat wordt allemaal wat semantisch. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we gewoon een goed pakket van maatregelen hebben. Liefst een beetje afgestemd op wat onze buurlanden ook doen. Ja. En dat pakket zoveel mogelijk gaan doorvoeren. En zorgen dat virus zich niet ongebreideld kan gaan verspreiden. Nee, want die mondkapjes, dat is natuurlijk ook een gigadiscussie. Ook op social media vooral. Het RIVM heeft het standpunt, het werkt niet. Ja. Maar er zijn burgemeesters. He, zoals Abu Talib en Femke Halsema, die in bepaalde delen van de stad zeggen, daar moet je het dragen.
En dan krijg je natuurlijk de discrepantie dat mensen zeggen, ja, maar van het RIVM, volgens het RIVM helpt het niet. Dat is niet helemaal waar. Het is natuurlijk wel zo dat ze gezegd hebben, als je in het vliegtuig stapt of in het openbaar vervoer, dan moet je wel mondkapjes voordoen. Mm-hmm. En het helpt dan met name tegen het verspreiden van het virus, wat minder tegen het binnenhalen. Als je in de internationale literatuur kijkt, is men daar nog niet helemaal over eens. Nee. Maar men neigt er toch naar om te zeggen dat die mondkapjes wel degelijk wat doen. En als je de Wereldgezondheidsorganisatie hoort en als je het CDC Atlanta, alle grote gezondheidsorganisaties, die zeggen nu dat je dat wel moet doen en dat het een positief effect heeft. En dan kun je als burgemeester kun je dan ook zeggen natuurlijk van better safe than sorry. Mm-hmm. Ja, als je het niet doet en achteraf blijkt dat het toch wel nodig geweest zou zijn, waarvan ik denk dat dat niet onwaarschijnlijk is, dan heb je een probleem natuurlijk. En dat is precies wat Abu Talib gezegd heeft. Ja, die heeft gezegd van nou, ik weet het niet, de wetenschappers spreken elkaar tegen. Nou, als die het niet met elkaar over eens zijn, kan ik het niet beoordelen. Maar ik moet besturen hier, dus ik doe het wel. Better safe than sorry. Ja. Vaccinatie. Een coronavaccin. Ja. Ik zag een lijstje. Er waren een aantal grote farmaceuten. Die waren al in de zogenoemde fase 3. En er wordt ook al gezegd over dit najaar. Hoe kijk jij naar dat hele proces? Want er zijn ook geluiden van mensen die zeggen dat wordt veel te snel ontwikkeld. Staat veel te veel druk op. Veel te weinig onderzoek naar de neveneffecten. Nou, ik denk dat punt is niet waar. We praten even niet over Rusland. Ja, als we gewoon in zijn algemeenheid praten over Europa, Amerika, wat daar gebeurt, dan zie je dat de vaccins die uiteindelijk bij de mens terechtkomen, die gaan eerst in een preklinisch stuk. Dat betekent worden uitgetest in dieren. Dan gaan ze in de fase 1. Dan ga je verschillende hoeveelheden van zo'n kandidaatvaccins bij mensen inspuiten en kijk je of ze geen problemen krijgen. Ja, of het geen nadelige effecten heeft. Mm. En dan heb je fase 2, fase 3. Ja, die komen daar achteraan en dan ga je kijken hoe zit het met de werkzaamheid. En dan spreek je over duizenden mensen die gevaccineerd moeten worden. Ja. En dat moet dan allemaal geanalyseerd worden. Data. En dan moet er gekeken worden, is het veilig aan de ene kant en is het werkzaam? Ja. En de duur van de werkzaamheid weet je natuurlijk sowieso niet, want we praten over een korte periode. Dus ik denk dat er heel veel onzekerheden zijn. Plus dat er voor bepaalde vaccins die ontwikkeld worden, daarvan weten we dat er bepaalde risico's aan zijn. Dus we moeten dat heel goed testen. Ja. Niet alleen testen of als je dat vaccin inspuit, ja, is dat veilig. Maar ook als je later geïnfecteerd wordt en je bent gevaccineerd, ben je dan beschermd? Of ben je misschien slechter af? Dat zou theoretisch ook nog kunnen. Maar er zijn wel een hoop vraagtekens, als je ziet, met de belofte van dit najaar. Ja, de belofte van dit najaar, daarvan denk ik inderdaad dat eigenlijk te snel is. Ja, ik denk als je ziet wat er allemaal nog moet gebeuren. Er zijn natuurlijk een aantal farmaceuten die zijn in fase 1, er zijn wat fase 2. Er loopt zelfs wat fase 3. AstraZeneca, volgens mij. Ja, er zijn een aantal bedrijven die doen dat op het ogenblik. Maar die hele evaluatie en het recruteren van die mensen. En plus, je kunt echt uittesten of het werkzaam is. Alleen in een gebied waar het virus rondgaat. Ja, daar hebben we nu niet zo'n beperking natuurlijk, omdat het virus behoorlijk rondgaat. Nou, dat Zuid-Afrika en Brazilië ook veel getest wordt. Precies. Ja. Maar ik denk realistisch gezien, als ik een voorspelling mag doen en er komen geen grote beren op de weg, dan denk ik dat we het praat toch in de orde van volgende zomer, dat we dan in ieder geval risicogroepen zouden kunnen gaan vaccineren, vooropgesteld dat er niks fout gaat. Zomer 2021, dat is voor de zomer, wellicht voor de vakantie, ja, dat we in ieder geval voorjaar 2021, daar gok jij op. Je moet niet vergeten dat we praten over het vaccineren van de hele wereldbevolking. Ja, honderden miljoenen mensen. Ja, miljarden mensen praten we over. Ja, maar eerst met de risicogroepen en dan zijpelt het langzaam naar beneden. Ja, en dan wie vaccineer je wel, wie vaccineer je niet, dat geeft enorme discussies. Plus we hebben natuurlijk nog het hele sceptische gedoe ten opzichte van vaccinaties. En mensen die zeggen, ja, die vaccins die willen we niet, die zijn niet veilig. Je vroeg net naar de veiligheid. Ik denk dat de manier waarop vaccins getest worden, ja, dat die op dit moment, als je de risico's tegen de benefits afweegt, dat eigenlijk ik me daar geen zorgen over maak. Nee. Maar aan de andere kant, voordat je echt weet dat een vaccin helemaal 100% safe is, dan moet je toch een paar miljoen mensen gevaccineerd hebben om elke bijwerking te kennen of uit te sluiten. Ja, dat gaat gewoon niet sneller dan snel, dat kan niet wat dat betreft. Nee. Je hebt ook van die onderdrukkende medicijnen, zoals, zeg ik dat goed, Remdesivir? Remdesivir, Hoe spreek ik dat uit? Ja, maakt niet uit. Remdesivir. Ja. Remdesivir, ja. Dat is een medicijn die de symptomen onderdrukt. Nee, het is een medicijn wat interfereert met de replicatie van het virus. Dat wil zeggen, het onderdrukt het virus. Ja.
Ja, en we weten dat het toepassen daarvan dat het een gunstig effect heeft. Dat het virus, dat medicijn was oorspronkelijk niet hiervoor ontwikkeld. Het was voor ebola ontwikkeld. Ja. En voor ebola werkte het niet goed. Maar men heeft gewoon een heleboel verschillende dingen die nog op de plank stonden, heeft men bekeken. En nou heeft men gezien dat dat medicijn wat doet. Dat is inderdaad ook geregistreerd. Het is ook besteld, hè? Ja, op grote daarnaast schaal. Is het natuurlijk zo dat we ook dexamethason hebben. Een corticosteroïde. Dat is een middel wat de afweer remt. En we weten dat bij patiënten in het ziekenhuis, met name die op de intensive care komen, dat met name op holgeslagen afweer, dat dat een groot probleem is. Ja. En daar werkt die dexamethason tegen. Die twee middelen op zich geven wat verlichting, maar het is nog geen panacee. Het wil niet zeggen dat je daar de problemen mee oplost. Nee, dat moet je echt met een vaccinatie doen. Dat moet lichaams eigen antistoffen. Ja, vaccinatie is natuurlijk het allermooiste. Voorkomen is het allermooiste. Maar voor zieke mensen zul je ongetwijfeld toch nog medicijnen moeten hebben. En die moeten specifiek ontwikkeld worden voor dit virus. En wat we tot nu toe gedaan hebben, is medicijnen die al bestaan, kijken of die wat doen. Precies. En daar hebben we dus een aantal verhalen gehad van medicijnen die kennelijk zo... Hydrochloroquine ook, als ik het naam goed uitspreek. Hydrochloroquine, ja. Ja. Dat werkt dus waarschijnlijk niet. Nee. Ja? En nou, zo zijn er een aantal andere middelen die eigenlijk afgevallen zijn. Ja, ook medicijnen die bijvoorbeeld voor aids ontwikkeld zijn, die blijken dan ook niet te werken. Nee. En ik denk wat je eigenlijk zou moeten doen in vredestijd, dus tussen de pandemieën in, zou je dus vaccins en antivirale middelen die hele brede werking hebben, zou je moeten ontwikkelen. En daar moet je in investeren. Het dienstverstande dat je nog niet weet wat voor virus dan op de hoek ligt. We kennen de virus wel als families. Voor dit virus hebben we het. Zo onbekend is het wat dat betreft niet. We hebben dus een aantal gewone coronavirus die normale luchtweginfecties geven. We hebben SARS gehad, we hebben MERS gehad. En nu krijgen we SARS-2. Dus wat dat betreft beginnen we nooit helemaal op nul. Nou ja, het is zelfs zo dat we hebben een groot project gehad waar een antistof uitgekomen is die ontwikkeld was tegen SARS-1. En die antistof nu, die blijkt ook te werken tegen SARS-2. Dus dat zijn breedwerkende antistoffen. Dus wat je nu zou moeten doen, is medicijnen, antistoffen en vaccins ontwikkelen tegen virusgroepen. Dus tegen influenzavirussen, tegen coronavirussen. En zo zijn er nog wel 10 verschillende virusfamiliegroepen. En daar moet je in investeren. Iets zeg maar dat die investeringsbehoefte er nu inmiddels wel is en is aangetoond. Tot slot, Ab, een tweede golf. Diederik Gommers, die over de hele Nederlandse intensive care gaat. Dus die noemt september. Hoe kijk jij naar zo'n tweede golf? Kijk, of er al dan niet een tweede golf komt, of een zaagtand, of nieuwe uitbraken. Ik denk dat het moeilijk is om te voorspellen, want het is helemaal afhankelijk van de maatregelen die getroffen worden en hoe die gehandhaafd worden. En ik kan me voorstellen dat je als intensive care dokter, je weet hoeveel bedden je hebt, wat je maximum is. En die hebben natuurlijk een hele traumatische ervaring gehad. Die hebben gezien dat ze tegen de grens aanliepen. Moesten bedden bijkomen. Ja, en kijk, als je ziet wat in Italië en Spanje gebeurd is, zijn ze er overheen gegaan. Dus dat is wat ze per se willen voorkomen. En hij zegt dan van geen paniek, terecht, je moet nooit in paniek raken, maar ga nu wel heel serieus met die maatregelen aan de gang. De eerste vraag die je stelde was natuurlijk van, vind je wat er nu gebeurt, wat de ministers nu doen, is dat voldoende? Dat moet nu blijken. Maar ik vind als in deze korte periode na de laatste persconferentie blijkt dat men het nog aan zijn laars lapt, dan moet je sterkere maatregelen nemen. Ja, ik hoor tussen jouw woorden in dat een tweede lockdown in jouw ogen niet een heel irreëel scenario is. Het is niet irreëel, maar ik denk dat we het kunnen voorkomen. Ik denk als we nu alles op alles zetten en we zetten alle zeilen bij en we implementeren de maatregelen die je nu moet nemen en de hele discussies van mensen die zeggen het is allemaal niet nodig, het is allemaal flauwekul, dat is flauwekul. Die beweging is heel sterk, hè? Die wordt steeds sterker, maar kijk, ik denk aan het eind van de dag moet je kijken, die jongere mensen voornamelijk, die hebben ook grootouders en als die uiteindelijk zien wat er gebeurt en die worden daar met de neus op de feiten gedrukt. Ik denk dat het belangrijk is dat we ze ervan overtuigen dat al die feestjes, al die dingen die daar nu gebeuren, en het is natuurlijk volkomen logisch dat dat gebeurt, maar ik denk dat we met name in onze voorlichting dat we heel duidelijk moeten maken dat er geen ruimte voor is en dat uiteindelijk nu is het nog goed met de bedden en het is in de berichtgeving is dat een beetje vals, denk ik, want je hoort nou, ja, maar het valt allemaal nog mee. Dat kan heel snel gaan. Dat hebben we de vorige keer ook gezien. Dat gaat in 2-3-4 weken. In 2-3 weken heb je lopen de ziekenhuisbedden weer vol. En 2 weken later is de intensive care aan de beurt. Ja. Dus er zit een aantal weken tussen. En ik denk dat we. En zelfs al zouden we helemaal ongelijk hebben met deze redenering. Het is een heel waarschijnlijke redenering. Ja. Dus je moet hem sowieso altijd voorkomen. Beter safe dan sorry. Ja, inderdaad. Ab Osterhaus, viroloog, dankjewel voor je commentaar.